Goedendag, mijn naam is Jos Aert, maar ik heb de Laplace-transformatie van de transformatie i teken 1 feite constante. Dit is de definitie van de Laplace-transformatie die de integraal van 0 tot eindig i t e mag min t s d e t. Als i t 1 is, gaan we l van 1 beneden berekenen, dat zal 1 over s zijn. We gaan dit bewijzen. Nu, we gaan dus berekenen, l van 1 is volgens de definitie staat de integraal van 0 tot eindig. I van t is 1, we willen gewoon 1 maal e mag min t s d t. Dan krijg je gewoon e mag min t s d t t. Nu t is uw variabele s is een constant, krijg je min 1 over s. Ja, om de integraal van 0 tot oneindig van t tot macht e min t s substitutie toevoegen. Ja, dan is dat gewoon de integraal, ja, van e macht min t s tussen de grenzen oneindig en 0 met hier voor min 1 over s. Nu dit is een oneindige integraal, we moeten de limiet nemen voor de eerste term. Is dus 1 min 1 over s, de limiet voor t gaande naar plus oneindig, van e te macht min ts, min e te macht min t0, min s0 in feite. Nu dit hier, als e t naar oneindig gaat, gaat min t naar min oneindig, wordt dus 0, dus 0. Dit wordt hier 0, e tot de 0 wordt 1, dus min 1. Kijk eens, min 1 over s, maal 0 min 1, die min valt weg, krijg je over 1 over s. Ja, dus, de Laplace-transformatie van de constante functie 1 is 1 over s. Wat betekent dat nu? Als je meer constante functies zou gebruiken, ja, dit is voor 1. Als je nu de Laplace-transformatie van de waarde 4 neemt, krijg je 4 gedeeld door s. Als je de transformatie van min 121, krijg je dan min 121 over s. Dat was de definitie en bewijs van de transformatie van i gelijk aan t gelijk aan 1. Dank u wel, bye bye.